Hey, welkom. Ik ben Stef van altcoinbase.nl en in deze video ga ik het met jullie hebben over Tron en waarom ik denk dat het nu een heel goed moment is om te investeren in Tron. Nou, voor degenen die niet weten wat Tron is. Tron is, is een, uiteraard een currency, maar ook een protocol wat eigenlijk de gaming-industrie, de entertainment-industrie en gok-industrie wil veranderen. Wat willen ze eigenlijk doen? Nou, wat je nu dus ziet is dat dingen heel erg omslachtig gaan. Ze willen betalen, onderhoud, opslag en kredietsharing. Dan willen zij vereenvoudigen door middel van verschillende protocollen. Daarnaast willen zij een cryptocurrency worden voor gaming, gokken en entertainment dat landoverschrijdend werkt. Ook is het zo dat... Dat ze eigenlijk, wat je nu eigenlijk ziet, is dat de verificaties, betalingen heel erg langzaam gaan en tijd kosten. Dat willen ze allemaal vereenvoudigen, zowel voor ontwikkelaars als voor gebruikers, om daar een enorme tijdwinst mee te boeken. Nou, dat is op zich heel erg ambitieus en ik hoop dat ze dat namelijk waar gaan maken, want dat scheelt voor gamers, mensen die vaak gokken of entertainmentprogramma's kijken, enorm veel tijd. Nou, dat is eigenlijk de kracht van Tron, is point-to-point connecties. Hè? Dus ze halen eigenlijk de third party halen ze weg. En ja, je hebt eigenlijk gewoon twee mensen en die maken rechtstreeks geld naar elkaar over. Zo simpel als dat, maar dan gewoon in cryptocurrency. Ja, dat is natuurlijk heel erg, nou, wat ik eerder zei, ambitieus. Maar een, ja, het is echt kostenbesparend en tijdbesparend. Wat ze ook willen doen, optreden als host tussen ontwikkelaar en gebruiker. Ze zijn flexibel op het blockchain netwerk. Daarnaast werken ze samen met overwerken samen, supporten ze verschillende blockchain netwerken zoals Bitcoin, Ethereum, EOS en Qtum. Daarnaast doen ze een trust in gambling, dus in het gokken. Nou, dat moet je zeg maar zien met verificaties, betalingen. Wat ook heel erg goed is, en dat is een hele slimme optie, is dat zij, en wat je nu ziet, is als je bijvoorbeeld gaat gamen en je wil een skin kopen of een outfit, whatever, is dat je natuurlijk van de ene game zet je geld op, koop je outfits, maar die kan je niet meenemen naar een andere game. En wat willen zij? Willen ze dat dus eigenlijk een cryptocurrency daarvan maken en dus dat je die voor elke game kan je dat gewoon gaan gebruiken. Nou, dat scheelt voor mensen die gamen gewoon heel veel geld. En het is gewoon heel erg simpel. Nou, waarom dat zijn redenen waarom Tron naar mijn mening enorm veel potentie heeft. Daarnaast is Justin Sun is de oprichter. Ja, wie is Justin Sun? Nou, Justin Sun is eigenlijk de protégé van Jack Ma. En Jack Ma is de oprichter en CEO van Alibaba. Daarnaast heeft Justin Sun twee keer in de Forbes 30 under 30 gestaan. Hij is een van de rijkste mensen van China en heeft ook een Piwo app gelanceerd. Dat is, moet je zien als de Chinese Snapchat. En... even kijken, twee keer een ICO gelanceerd die binnen 5 seconden is, was uitverkocht. Dus dat, ja, dat is enorm snel. Daarnaast gaan ze ook nog een IPO in de US binnenkort gaan ze doen. Voor degenen die niet weten wat een ICO en een IPO is. ICO is een initial coin offering. Dat moet je eigenlijk gewoon zien, heel simpel, als een soort van crowdfund actie. Zij bieden diensten aan of producten en jij krijgt daar dus... crypto, jij betaalt daarvoor en je krijgt dus cryptocurrencies, in dit geval Tron, voor terug. Hetzelfde geldt voor IPO, maar dat is dan richting de beurs. En jij krijgt daar, dat is besloten, dus daar kunnen wij dus niet aan meedoen. En die krijgen dan ook weer crypto's voor terug. Een heel belangrijk nieuwtje is, in kwartaal 1 van januari gaan ze 20% coinburn doen. Dus ze gaan 20% van een totaal aantal munten gaan ze verbranden. Die zijn dus ook niet meer te koop. Nou, dat is op zich heel slim. Want dan wordt namelijk de hoeveelheid wat kleiner en de kans om te groeien is dus ook is sneller aanwezig. Valt er nog meer te vertellen? Nee. Ja,
ik denk dat dit een hele goede munt is. En ook, ik denk als je deze 3-4 jaar vasthoudt. Laat ik zo zeggen, ik hou hem 3 tot 4 jaar vast. En ja, ik hoop natuurlijk dat hij nu, ik kan even kijken, 3,7 cent nu. Ik heb hem voor 3 cent geloof ik gekocht. $1000 geloof ik. Dus ja, als die straks binnen 4 jaar, ik weet niet waar naartoe gaat, 40 euro staat, ja, dan ben ik spekkoper natuurlijk. Maar hij is begonnen, nou, je ziet het hier heel laag in 4 december. Nou, hij stond echt laag. Ik heb hem, even kijken, hier ergens gekocht. Nou, je ziet dat hij gelijk op piekt. En je ziet dat hij nu weer een correctie heeft gekregen. Dus dit is echt een heel goed moment om nu in te stappen, mocht je dat willen. Mijn advies is wel, ik ben geen adviseur. Ik zoek alles zelf uit. Ik doe mijn analyses. Ik lees een hele hoop. Ik kom ook een hele hoop scam tegen. Heel veel ICO's aanbieding krijgen voor om in te stappen. Ja. Kijk, er zijn heel veel bedrijven die, waar ik de naam niet van ken. Of van CEO's. Ja, die zijn zoals jij en ik weinig bekend. Maar Justin Sun is echt een hele bekende man. Vandaar dat ik ook in hem geloof. Maar wat ik zou doen als ik jou was, check altijd je facts. Ga naar de Tron website die ik hier heb. Lees de white paper. En daar staat namelijk een complete roadmap staat erin. Nou, dat begint. Even kijken. Nou, wat is Tron? The value of Tron. De Exodus, dat is nu aan de gang. Dan heb je de Odyssey. Apollo en Star Trek is een final dingetje van de roadmap. Maar dat is geloof ik gepland in 2022, geloof ik, zag ik staan. Dat was het voor wat betreft Tron. Wil je een reactie achterlaten? Graag. Doe het onder deze video. Heb je vragen over Tron of over andere zaken? Stel ze ook gewoon onder deze video. Ik beantwoord ze, geen enkel probleem. En ik wens jou enorm veel succes met het verhandelen van crypto. Ciao.